Een goede egalisatie van uw ondervloer garandeert een mooi, strak en degelijk eindresultaat. Bepaal voor het egaliseren eerst het soort dekvloer. De meest voorkomende zijn een cementgebonden dekvloer en een anhydrietgebonden dekvloer. Een cementgebonden dekvloer vraagt om een cementgebonden egalisatiemiddel en een anhydrietgebonden dekvloer vraagt om een gipsgebonden egalisatiemiddel. In sommige gevallen dient u voorafgaand aan het egaliseren gaten, oneffenheden en leidingsleuven dicht te zetten met een geschikte reparatiemortel. Controleer dus altijd of u het juiste product voor uw type dekvloer heeft. Zorg er vervolgens voor dat de dekvloer ontdaan wordt van slecht hechtende delen. Afhankelijk van de staat van de ondervloer kan deze op verschillende manieren worden geprepareerd. Hierna moet de ondervloer stofvrij worden gemaakt. Gebruik hiervoor de juiste apparatuur. Zodra de ondervloer stofvrij is, kan deze worden behandeld met een hechtprimer. Kies de juiste primer voor uw situatie en laat de primer voldoende drogen. De werkomgeving is van invloed op het egalisatieproces. Zorg daarom altijd voor optimale condities. Ondergrond en omgevingstemperatuur moeten tussen de 15 en 23 graden Celsius zijn. Gebruik dus zo nodig verwarming of koeling om te zorgen voor de juiste condities. De relatieve luchtvochtigheid moet tussen de 40 en 70% liggen. Zorg dus voor goede ventilatie. Zet zo nodig airco's uit of gebruik ontvochtigers. Zorg ervoor dat het egalisatieproduct op kamertemperatuur is. Laat dit dus niet buiten in de kou of zon liggen. Vermijd direct zonlicht en tocht over de vloer. Plak zo nodig ramen af en sluit eventuele deuren tijdens de verwerking. Zorg echter wel altijd voor voldoende ventilatie. Wanneer het egalisatieproduct wordt geprepareerd, zorg dan altijd voor de juiste waterfactor. Deze staat op de verpakking. Let op, deze mengverhoudingen kunnen per product verschillen. Wanneer u de egalisatiemortel handmatig aanmaakt, gebruik dan een schone mengkuip en de juiste mixer en creëer een klontvrije mortel. Laat de mortel bij voorkeur even staan en roer deze voor gebruik nog even kort door voor een optimale vloei. Start in een hoek van de ruimte en giet de mortel op de dekvloer. Verdeel deze vervolgens met een rakel of een vlakspaan. Direct na het verdelen van de mortel moet deze met behulp van een prikkerrol worden ontlucht. Deze zorgt er tevens voor dat de egalisatie optimaal navloeit. Let erop dat de egalisatielaag niet dunner wordt dan 2 mm. Voor het egaliseren van grotere oppervlakten wordt de egalisatiemortel machinaal aangemaakt en verpompt. Hiervoor geldt dezelfde mengverhouding en verwerking. De egalisatie kan minimaal 3 uur na het aanbrengen worden belopen. Zorg ten tijde van het drogen voor goede ventilatie en voorkom tocht en direct zonlicht op de vloer. Na 24 uur is de geëgaliseerde vloer klaar voor verdere bewerking. Forbo Eurocol. Elke klus een meesterwerk.